De linkerrijhelft van het Hogeruisstraat, net voorbij de rotonde van de Weidenbosbrug, is al maanden in zeer slechte staat. De situatie is nu uitgelopen tot een zeer gevaarlijk gat met een grote krater. Onze nieuwsdienst heeft de situatie vaker aangekaart bij minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De bewindsman gaf een paar maanden geleden aan dat de opdracht was gegeven aan de wegenautoriteit. Na enkele keren te hebben gebeld met de afdeling, kreeg onze nieuwsdienst te horen dat zij zich moeten schikken aan de weersomstandigheden. De wegenautoriteit meldt vandaag in een persbericht dat in verband met spoedasfaltreparatiewerkzaamheden zij vanaf vanmiddag 5 uur tot en met morgen dinsdag 13 juli 6 uur in de ochtend zullen werken. De werkzaamheden zullen op de linkerrijbaan ter hoogte van de rotonde van het Hogeruitstraat tot en met de Kankantriestraat plaatsvinden. En daarvoor zal dit gedeelte van de weg worden afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden starten in plaats van 5 uur om 8 uur vanavond.